De dag begon fraai met een mooie zonsopkomst, lokaal wat mist en weinig wind. Maar in de loop van de dag veranderde het weer op heel veel plaatsen. Goeiedag, we kregen namelijk te maken met buien. Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land vielen her en der stevige regen- en onweersbuien. Dreigende luchten en op sommige plaatsen kwam er echt veel neerslag in korte tijd naar beneden. Her en der is er tot halverwege de middag al zo'n 30 mm gevallen. De komende uren breiden die buien zich geleidelijk naar het oosten uit. Op de satelliet zien we die buien ook vanuit het zuiden naderen. Hier, voorop over de zuidoostelijke helft, daar zat ook her en der flink wat onweer bij. Tegelijkertijd was het in het oosten en noorden van het land nog overwegend droog, met daar de meeste ruimte voor de zon. En temperaturen die nog op konden lopen tot zo'n 24 graden. Gaan we even een blik werpen op de radar, dan zien we de buien ook ons land binnentrekken. En vooral dit gebied hier in de buurt van Nijmegen-Arnhem, wat geleidelijk naar het noordoosten trekt, is behoorlijk actief, heeft ook een hoop onweer. En daar gaan dus de noordoostelijke delen van het land de komende uren nog mee te maken krijgen. Maar ook elders kan er nog wel een enkele bui ontstaan. Toch wordt het vanavond en vannacht geleidelijk wel rustiger. Op de meeste plaatsen droog, misschien in het midden en oosten eerst nog een bui. En verder zijn er een paar opklaringen. Lokaal ontstaat mist en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen leeft die buiigheid in de loop van de dag weer op. Vooral in het binnenland kunnen er weer een aantal exemplaren gaan ontstaan. Daar wordt het wel het warmst met 21, lokaal 22 graden. Aan de kust, onder invloed van een stevige westenwind, niet veel hogere temperaturen dan een graad of 20. En daar zal de bewolking toch wel grotendeels overheersen. Dat geldt ook voor de zondag, al neemt de buienkans wel geleidelijk verder af. Misschien nog een enkel buitje in het noorden van het land, maar elders blijft het overwegend droog. In het binnenland schijnt af en toe de zon en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 20. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer warmer. Maandag en dinsdag is het overwegend droog. Temperaturen dinsdag oplopend naar zo'n 23 graden. Dat betekent in de zuidelijke provincies lokaal wel 25 graden. Dinsdagavond neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui weer toe. En dat zien we ook in de dagen daarna. Het wordt lichtwisselvallig met een paar buien, maar de temperatuur blijft redelijk op niveau van half september. Ik wens u een mooi weekend.